dag. En dan denk ik 's ochtends al, Pieter Derks. Ja, Pieter Derks, ik denk 's ochtends al, paniek, ik moet weer wat schrijven. Maar, ik ga er eens even goed voor zitten. Ja. Het gaat over de Bijbel. Nou ja, we zijn natuurlijk al een paar maanden getuige van de opmars van ISIS. Zoals ze inmiddels schijnen te heten. Wat ik wel een hele westerse naam vind voor een... Tenminste, het klinkt een beetje als een popgroep, is toch? Of het nieuwe pseudoniem van Prince, is. Het zou zomaar kunnen. Niet voor niks noemt ook de leider van IS, kalief Abu Bakr al-Baghdadi, zichzelf de prins der oprechten. Maar los daarvan, het is natuurlijk doodeng om te zien wat er gebeurt. En de vraag is vooral, waar gaat dit heen? Waar gaat dit eindigen? En ik heb al een paar weken het gevoel, ik ken dit verhaal ergens van. Het kwam me zo vaag bekend voor. Het deed me ergens aan denken. Een verhaal over een religieus figuur die met zijn volk door de woestijn trekt. Een leger zonder land, op pad om te vuur en te zwaard een eigen rijk te stichten. En ineens schoot het me natuurlijk te binnen. Het verhaal van Mozes, hoe gruwelijk dit ook is, we zijn ineens allemaal live getuigen van een Bijbelverhaal. Al-Baghdadi kan, als hij de strijd wint, zomaar de Mozes van deze tijd worden. En het is geen leuk verhaal, maar dit is hoe elk geloof begint. Ik realiseerde me gewoon ineens, als ISIS wint, zijn wij dus over een paar eeuwen de bad guys in hun Bijbelverhalen. Alle terreur die we al sinds 11 september hebben gezien kan precies het soort verhaal worden waar de Bijbel vol mee staat. Eerst werden de twee grootste torens van de westerse beschaving ten val gebracht. Toen was er 10 jaar oorlog in de woestijn tegen het leger van die beschaving. En nu zijn er 50.000 christenen op een berg omsingeld door de prins en zijn volgelingen. Het blijft natuurlijk gruwelijk, maar ik vond het wel een indringende gedachte dat dit precies de ellende is waar ook onze hele beschaving op gebaseerd is. Ik kwam tijdens een kort rondje Google deze religieuze opdracht tegen. Dood al wat onder de jeugdigen van het mannelijk geslacht is. En ook alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij doden. Maar alle jeugdigen onder de vrouwen die geen gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij voor u laten leven. En voor alle duidelijkheid, dit komt niet van de website van ISIS. Dit is de opdracht die Mozes en Aaron volgens de Bijbel kregen. Ineens zag ik onszelf als figuranten in een religieus werk. Ik zag ook meteen allerlei parallellen. Ik moest denken aan de 10 Bijbelse plagen die Egypte destijds troffen. En toen zag ik ineens die ebola-epidemie en de klimaatverandering en de kredietcrisis. En ik zag al voor me hoe de teksten straks zullen zijn. De kapitalisten werden getroffen door de vreselijkste plagen. Hun banken vielen om zodat ze in armoede zouden leven. Hun broeders werden ziek zodat ze in angst zouden verkeren. En de zeespiegel steeg om hun bezoedelde akkers te verschonen van de zonden die zich daar eeuwenlang voltrokken hadden. Gods toorn was ongenadig. Er verschenen 7 albums van Justin Bieber. Maar zelfs zijn kerst-cd kon de heidenen geen afstand doen nemen van hun duivelse rituelen rond de dennenboom. De grote vraag is natuurlijk wat we hier verder mee moeten. Erik Kortom, neem een glaasje water. Behalve hopen dat deze barbarij niet weer 2 dikke boeken vol ellende gaat opleveren. En ik denk dat het in elk geval kan helpen om niet mee te gaan in de oorlog. Dus we moeten niet... dat stonden in de Schilderswijk natuurlijk vorige week jongens met ISIS-vlaggen te zwaaien en tegen de Joden te schreeuwen. Toen verscheen er een advertentie in de Telegraaf. Kritiek op Israël, oké, Jodenhaat, nee. Wat ik een beetje een gekke advertentie vond. Want als je niet wil dat Israël en Joden met elkaar in verband worden gebracht, moet je ze vooral niet naast elkaar in 1 advertentie zetten. Maar goed, het idee erachter klopt natuurlijk wel. Wat een klein groepje doet, moet je niet de hele groep aanrekenen. Dus misschien voor de zekerheid ook nog even een advertentie in de Telegraaf voor dat andere groepje in de Schilderswijk. Kritiek op ISIS, oké, maar moslimhaat, nee. Gewoon om te voorkomen dat het allemaal uit de hand loopt en dat de volgende Bijbel zich volledig afspeelt in de Schilderswijk. Punt. Wow. Pieter Derks, dank. Ja. Ik vraag me nu alweer volgende week woensdag. Dankjewel.